Goeiedag allemaal. Welkom bij de yogales voor senioren. En jullie mogen daarvoor allemaal heel comfortabel gaan zitten. Dus breng je rug tegen de rugleuning aan. Leg je benen een beetje uit elkaar. Laat de armen rusten op je bovenbenen. Ofwel kan je ook je armen openzetten en je duim en je wijsvinger tegen elkaar aanbrengen. En sluit je ogen. Voel hoe je zit. Voel je beide zitbeentjes. En voel hoe ze de stoel raken. Uitademend laat je de zitbeentjes wat dieper ontspannen. En dan gaat je bekken zich ontspannen, heel ruim en breed. En als je bekken ontspant, ontspant ook je staartje of je staartbeentje. Bij de volgende inademing ga je heel je wervelkolom lang maken van binnenuit. Vanuit je staartbeentje helemaal tot aan je kruin. Voel de ruimte die ontstaat. En kijk dan eens naar al die gedachten in je hoofd. Wat houdt jou bezig vandaag? Waar denk je aan? Probeer al die gedachten die in je hoofd zitten los te laten. Ga er niet tegen praten. Maar kijk ernaar. Je bedankt de gedachten. En dan laat je ze weer los. En dat doe je met elke nieuwe gedachte die er in je hoofd opkomt. Je bedankt de gedachte en je laat ze gaan. En dan zal je voelen dat je wat beter kan ontspannen. Dat er ruimte komt in je hoofd. Ontspan de kaken. Dat kan je doen door het puntje van je tong heel zachtjes richting je gehemelte te bewegen. Of je tong ontspannen te laten rusten in de mondbodem. En dan voel je hoe kaken en onderkaken ontspannen. Laat je nek en je schouders meegaan in die ontspanning. Zo los. En ga dan met je aandacht naar je adem. Hoe adem jij vandaag in en uit? Zit je adem hoog bij je borstkas en je longen of eerder laag diep in je buik? Observeer je adem. Diep in door je neus, uit in een teutje door je mond. In door je neus, uit door je mond. In door je neus en uit. Door je mond. En dan adem je rustig verder. In en uit door je neus. Hou de mond gesloten. De kaken ontspannen. En dan ga ik nog één keer tegen de klankschaal tikken. Hoor je ze niet meer, dan open je opnieuw je ogen.
Dankjewel. Dan ga je het eventjes aan de kant leggen. En dan mag je wat meer in het midden van je stoel komen zitten. Je legt je handen op je bovenbenen en je sluit je ogen. Zorg dat je voeten goed op de grond staan. En dan stel je je voor dat je neus een krijtje is. Dat je met dat krijtje cirkels gaat maken. En je begint met je neus heel kleine cirkelbewegingen te maken. En als een spiraal maak je die cirkel steeds wat groter en wat ruimer. Voel wat mogelijk is. Voel hoe zo je nekwervels in beweging komen. Ook hoe ruim je deze beweging kan maken. Voel wat bij je past. En als je op je ruimste punt bent gekomen, dan hou je even halt. En dan draai je de andere kant op. Grote cirkelbewegingen naar de andere kant. En dan maak je deze bewegingen als cirkelend weer kleiner. En nog wat kleiner. Kleiner. En nog wat kleiner. Volg de bewegingen van het puntje van je neus. Maak het nog wat kleiner. En dan laat je het krijtje stilvallen in het midden. Kan jij de cirkels zien die je getekend hebt? En open dan je ogen. Dan breng je de handen tegen elkaar aan en ga je goed wrijven in je handen. Zorg dat je handen een beetje warm krijgen. Dan ga je goed zitten met je voeten op heupbreedte, je voeten ook onder je knieën, zodat je heel stabiel kan gaan zitten. En dan hou je de handen op een kleine afstand uit elkaar. Je ademt uit. Inademend breng je de handen een klein stukje verder naar buiten. Uitademend breng je ze weer terug naar de oorspronkelijke plaats. Inademend, nu maak je een grotere sprong. Uitademend, breng je de handen weer terug naar de oorspronkelijke plaats. Inademend, nog een grotere sprong. En voel hoe groot dat je deze bewegingen kan maken. En telkens wanneer je naar buiten gaat, probeer je de afstand tussen je handen wat groter te maken. En dat doe je op je eigen ritme. Voel wat mogelijk is en wat kan. En als je op je ruimste punt bent gekomen, dan kom je gewoon in stapjes weer terug. Inademend altijd naar buiten toe. Uitademend kom je weer terug. Inademend naar buiten toe. Uitademend breng je ze weer terug. Inademend naar buiten toe. Uitademend breng ze terug. Inademend naar buiten. En uitademend breng je ze terug. En laat je de handen dalen. En breng je de handpalmen
naar de grond, naar beneden toe. Dus je tilt je handen als het ware een beetje op, naar boven toe. Je gaat goed zitten, lang uit, opgericht naar de kraan en je ademt goed in je buik. Inademend schuif je met je handen naar voren toe. Uitademend breng je ze weer terug. Alsof je met je handen over de grond zou glijden. En je kan ook even je ogen sluiten om nog wat beter te gaan voelen. Inademend breng je de handen naar voren. Uitademend breng je ze weer terug. Inademend naar voren. Uitademend weer terug. En de laatste keer breng je handen naar voren toe. En uitademend breng je ze weer terug. Dan ontspan je de armen. Je schudt ze even uit. En dan breng je de handen boven elkaar. En beeld je je in dat je een groot strandbal tussen je handen hebt. Dus je onderste hand is met de handpalm naar boven. Je bovenste hand is met de handpalm omlaag. En voel dan maar eens die strandbal tussen je handen. Inademend glijd je met je handen over de bal en komt je linkerhand nu naar boven, je rechterhand gaat naar onder. Uitademend kom je weer terug. Inademend en draai. Voel alsof je met je handen langs die strandbal heen gaat en uitademend kom je weer terug. Alsof je die bal kan voelen tussen je handen. Probeer maar eens een keertje. En uitademend weer terug. Laatste keer, inademend. En uitademend komen we weer terug. Dan gaan we het eens omdraaien en gaan we starten met onze linkerhand aan de bovenzijde en je rechterhand aan. Dit voelt al anders. En we doen weer hetzelfde. Inademend, gaat je linkerhand omlaag, je rechterhand naar boven. Uitademend, kom je weer terug. Inademend, omlaag. En ga voelen. En als je je ogen sluit, dan kan je nog beter voelen. Die bal tussen je handen. Je hoeft niet je ogen te sluiten, maar het mag altijd. Hè? Doe het nog een laatste keer. Inademend. En uitademend. Dan breng je je armen omlaag. En draai je de handpalmen naar buiten. Naar achteren. Je vingers lang weggestrekt omlaag en je gaat goed rechtop zitten. Voel je lengte vanuit je stuitje tot aan de kruin en je adem in je buik. Adem uit. Inademend duw je de handen naar achter, je bovenlichaam komt wat naar voren alsof je jezelf wegduwt. Uitademend kom je weer naar het midden en je armen komen naar het midden. Inademend, duw jezelf weg. Handen gaan naar achter toe. Je lichaam komt naar voren. Maak je lang. Uitademend, kom je weer rustig terug. Inademend, naar voren toe. En uitademend, kom dan weer rustig terug. Inademend, naar voren. En uitademend, weer terug. Laatste keer, inademend naar voren toe, maak je lang en uitademend kom je weer rustig terug. Schud je armen even uit en dan leg je de handen in je onder. Ik ga eventjes draaien zodat ik het goed kan tonen en dan ga je eens zacht je onderrug masseren. Raak je met je handen niet aan je onderrug, dan kan je ook de zijkant van je heupen gaan masseren. Voel
wat mogelijk is en dat pas je voor jezelf toe. Het is goed gaan wrijven, dat je onderrug lekker warm wordt of je laat iemand over je rug wrijven, dat is ook altijd fijn. En dan laat je de armen ontspannen hangen. En ofwel pak je de achterkant van de rugleuning vast, ofwel pak je de zijkant van je stoel en het zitvlak van je stoel vast. Voel wat mogelijk is. Je kan ook, als je heel bewegelijk bent in je schouders nog, kan je je handen in de onderrug plaatsen. En ik draai me even weer. En dan plaats je de handen zo in je onderrug, als het kan, zoals je pinken tegen elkaar aan. Maar vooral gaan voelen. Ik doe het voor jullie voor met de handen achteraan. Dus ik pak hem vast aan de rugleuning. Goed rechtop gaan zitten. Je voeten steeds op heupbreedte. Je maakt je lang naar de kruin. Adem uit. Breng je kin naar de borst. Je buik gaat helemaal leeg. En je rug wordt lichtbol. Je ademt in, je laat je buik los. Je brengt je kin naar voren, je hoofd zachtjes omhoog. En als het mogelijk is, kijk je omhoog. Dan maak je een rondje van je lippen en je blaast leeg. Je brengt je kin naar de borst. Adem in. Laat de adem stromen, kin naar voren. Je kijkt omhoog, je maakt je lang. Uitademen, terug, wordt bol. En zo ga je op je eigen ademritme verder. Wanneer je inademt, voel je de adem stromen aan de hele voorkant van je lichaam. En uit. Dit nog twee keer gebeuren, inademend en uit. Breng je kin naar de borst tot helemaal leeg. Laat de adem opkomen, kin naar voren, je hoofd op en uitademend. Helemaal leeg. Breng je kin naar de borst. Laat je armen ontspannen. Adem uit. Inademend breng je je hoofd weer rechtop. En dan voel je de ademruimte ter hoogte van de borst. Ga wat dieper voelen. Voel hoe je ademruimte gekregen hebt ter hoogte van de borstkas. Dan leg je de linkerhand op je rechterknie en je rechterhand leg je er bovenop. Je maakt je lang naar de kruin en je kijkt naar je handen. Adem uit. Inademend, doe de rechterhand op en breng het zijwaarts naar achteren en je volgt met je hoofd mee. Uitademend, kom je weer rustig terug. Inademend, optillen, naar achter bewegen. En uitademend, kom je weer terug. En je volgt je hand telkens naar achter mee. Inademend, doe je hand op, je draait naar achteren. Voel de openheid in de rechterkant van je lichaam. En uitademend, kom je weer rustig. Dan voel je de rechterkant van je lichaam. Voel de ruimte die je daar gemaakt hebt. Vergelijk het nu met je linkerkant, waar je nog niets mee gedaan hebt. Kan je verschil voelen? Dan leg je de rechterhand op je linkerknie, je linkerhand erbovenop en je kijkt naar je hand.
Inademend, doe je linkerhand op. Zijwaarts naar achter en volgt weer je hand. Uitademend, kom je weer rustig terug. Inademend, optillen. Zijwaarts naar achter draaien. En uitademend, kom je weer rustig naar het midden. Inademend, doe je hand op. Zijwaarts naar achter. Een open gebaar. En uitademend, kom je weer rustig terug naar het midden. Inademend, til de hand op. Zijwaarts naar achter. En uitademend, breng de hand rustig weer terug. Leg je linkerhand op je rechterhand. Sluit je ogen en voel even na. Voel nu de linkerkant van je lichaam. De ruimte die je daar gemaakt hebt. En voel je nog verschil met je rechterkant? Open je ogen. En dan gaan we nu onze benen lekker losmaken. En dat doen we door vuisten te maken van onze handen. Of je maakt kommetjes van je handen. Voel wat mogelijk is. En dan ga je heel zachtjes maken op je boven. En als het kan, ga je wat meer omlaag naar je onderbeen. Om het goed gaan voelen of dat mogelijk is. Maak je kaart een beetje los. En dan kan je zo al kloppend weer naar de boven. Dan wissel je. Dan ga je naar de andere kant. Je andere been en je doet met het zand. Met een kommetje of met vuisten maak je been lekker. Dat is heel goed voor de doorbloeding van je been. En als het ook mogelijk is, buig je naar voren met een lange rug. En ga je kuit ook wat losmaken. Lukt dit niet, dan blijf je gewoon bij je boven. Altijd goed voelen wat er bij jou past en wat er mogelijk. Als je nu even je ogen sluit, dan voel je dat je beide benen gaan tintelen. Dat ze als het ware wakker geworden zijn of dat ze wat warmer aanvoelen. Goed. Dan pak je met je handen de zitleuning, het zitvlak van je stoel vast, beter gezegd. En dan til je je rechtervoet op en je plaatst je rechterteen op de grond. Dan ga je met je rechterteen een 8 maken op de grond. En doe dit op je eigen ritme. Je blijft goed doorademen wanneer je dit doet. En belangrijk is, wanneer je deze oefening doet, dat je goed rechtop gaat zitten. Dat je niet in elkaar gaat zakken, maar je probeert van jezelf wat rechter te maken. En ondertussen gaat die rechterteen rond jouw 8. En als het voldoende is, plaats je het neer. Dan kan je verschil tussen je rechterbeen, dat je al hebt aangesproken, en je linkerbeen. Dus nu doen we hetzelfde aan de linker. Je zet je linker dikke teen op de grond en je maakt met je linkerbeen 8 op de grond. Kan je verschil voelen tussen je linker en je rechterbeen? Als er iets niet mogelijk is, dan doe je dat telkens in gedachten mee. Hè? Dan ga je gewoon rustig zitten en dan doe je mee. In gedachten. Rechtop blijven zitten aan de kruin. En dan voel je de beweging in je heup, je linkerheup. En als het voldoende is, dan plaats je je voet weer neer. En nu kan je de beide heupen goed gaan voelen. Voel de ruimte die je daar gemaakt hebt, wat je in beweging hebt gebracht. En je beide benen tot aan je voeten.
Dan zetten we de benen wat ruimer uit elkaar. En ofwel plaats je de voeten zo, met je voorvoeten naar buiten, als je benen niet verder ruimer kunnen geplaatst worden. Ofwel zet je ze heel ruim uit elkaar. Wanneer je dit doet, kan je ook altijd wat meer vooraan op je stoel gaan zitten. Dan heb je meer ruimte om dit te gaan doen. Altijd met respect voor je lichaam en voor je kunnen. Je voetzolen goed op de grond plaatsen, zodat je genoeg stevigheid en stabiliteit hebt. Hè? Je maakt je lang naar je kruin. Vanuit je stuitje richt je je op naar boven toe. Hè? Dat is wat ik heel vaak zeg, maar is heel erg belangrijk in yoga. Je brengt je handen voor de borstkas. Je vingers naar boven toe, aan elkaar gesloten. Voelt je adem in je buik. Adem uit. Inademend breng je de armen zijwaarts. Uitademend breng je ze weer terug. Inademend zijwaarts. Uitademend weer terug. Dat doe ik nog drie keer. Inademend zijwaarts. Voel hoe je de borst opent, uitademend, weer terug. Inademend, de armen zijwaarts. En uitademend, breng je de handen weer terug. Laatste keer, inademend, zijwaarts. En voel hoe ruim je weer deze bewegingen kan maken. Uitademend, breng je de handen terug. Sluit je ogen. De ruimte die je gemaakt hebt in de schouders, rondom de liezen. En dan laat je de handen rusten op je bovenbenen. Je brengt je benen tegen elkaar aan. Je komt wat meer vooraan op je stoel zitten, moest dat nog niet gebeurd zijn. En dan laat je de knieën naar buiten toe. De voetzolen die plaats je als het kan tegen elkaar aan of zo ver als mogelijk. Richt je op naar de kruin. Voel hoe de handen rusten op de knieën. Dit is de houding van de vlinder. En voel je zo ook als een vlinder met je vleugels breed en ruim. Rustig zittend op een blad. Adem in je buik. Voel de ruimte rond je liezen. Voel hoe je liezen ontspannen. En dan open je weer je ogen. Je draait je voetzolen weer naar de grond. En dan mogen jullie je klaarmaken voor de lange ontspanning. Daarvoor kan je een kussen nemen, dat je weer onder rug plaatst of op je bovenbenen, zodat je armen kunnen rusten. Pak een dekentje als je snel kou hebt. En dan mag je comfortabel gaan zitten. En als je comfortabel zit, dan sluit je je ogen. Volg hoe je zit. Je zitbeentjes die de stoel raken. Je bekken dat zich ontspant, rondom je heupen. Je benen ontspannen, tot aan je voeten. Voel hoe je voeten de aarde raken en contact maken met de grond.
Voel van binnenuit de wervelkolom lang naar de kruin worden. Ontspan je schouders. Vanuit die ontspannen schouders ontspan je de armen, de polsen, je handen. Voel je aangezicht, laat je gezicht zacht worden. En stel je voor dat je op een weiland loopt, vol met bloemen. Je kan de kleuren zien, de geuren ruiken. Het is een prachtige dag, de zon op je huid, een zachte bries. En iets verderop zie je een witte duif. Je kijkt ernaar. En dan komt er een zachte windvlaag. De duif vliegt op. En een wit veertje komt los en dwarrelt omlaag. Dan komt er een nieuwe windvlaag. En die neemt dat veertje mee en je kijkt naar dat veertje, dwarrelend over de velden, de groene velden, langs een kabbelend beekje, over het water, neemt de wind het veertje mee. Zacht deinend op de wind, steeds verder van je weg. En dan dwarrelt het veertje door de wind naar een paar oude bomen. En de wind neemt het veertje mee omhoog. Steeds hoger en hoger de lucht in. Blijft even vasthangen tussen de bladeren. En dan komt het weer los en weer stijgt het veertje hoger en hoger de lucht in. De afstand tussen jou en het veertje wordt steeds groter. Een tenger, wit veertje kan je zien in de hemelsblauwe lucht. Het veertje gaat hoger en hoger, steeds verder en verder van je weg. Tot het helemaal opgenomen wordt in de blauwe lucht. Je kijkt het na.
het tijd om weer terug te keren. Adem eens wat dieper in en uit. En kom opnieuw in beweging. Beweeg je handen en je vingers, je voeten en je tenen. Maak kleine bewegingen. Voel wat je nodig hebt. Dan wrijf je in de handen. Leg je handen als kommetjes over je ogen heen en voel de warme ontspanning van je handen over je ogen. En dan wrijf je zo je hele gezicht weer wakker. Je voorhoofd, je kaken, je nek en je schouders. En dan rek je jezelf nog eens heel goed uit. Van aan je vingertoppen en je benen mogen ook omhoog tot aan je tenen. En dan kom je weer rustig terug. We brengen onze handen bij elkaar. En dan bedank ik jullie voor alweer een hele mooie yogales. Dank je om mee te doen. En ga voelen in jezelf wat de oefeningen vandaag voor jou betekend hebben. Waar je dingen hebt losgemaakt. Waar je gedachten hebt los kunnen laten. Neem het met je mee vandaag. Nog een hele fijne dag. Namaste.